Hallo dames en heren en ontzettend tof dat jullie allemaal kijken naar deze video. Mijn naam is Enzo Knol en vandaag gaat er iets zo leuks gebeuren, want dit is een speciale Halloween aflevering. En daarnaast ook een beetje een soort van horror game die we gaan spelen. Tenminste, hier achter me staat dat het heet Ender en er staat This game contains jumpscares. Oftewel, in deze game mode zitten jumpscares. Dus dat er in één keer iets zo in beeld kan komen waardoor je gaat schrikken. Dus toen dacht ik, holy shit. Zoals dat. Maar dan in de game zelf en komt dat waarschijnlijk groots in beeld. Ik heb het nog niet gespeeld. Ik wilde het gewoon delen met jullie als eerste. En nu dacht ik, nu ga ik het wat spannender maken. Want ik ga de LED-verlichting hier in mijn kantoor uitzetten. Oh, nu wordt het heel donker. Laten wij gewoon in de forest gaan, in de middelste. Oké. En ik heb ook geen idee wat we moeten doen, om heel eerlijk te zijn. Zit je in Teams of zo? Hoe werkt dit? Volgens mij niet. Ik heb echt geen idee. Ik doe wel het geluid wat harder. er staat try to make players look at you. En je moet sowieso met het geluid aanspelen. Nou, dat zit sowieso wel goed. Ja, dat is top. En je moet zoeken voor pagina's, zie ik daar staan. Oh my god, dit is net Slenderman. Oh, ik ben een human. Wat ben jij? Oh, ik ben ook een human. Oh, Enzo, ik denk dat we elkaar moeten vinden of zo. Ik denk het ook. Wow, wat is dit? Je hebt een torch. Ik heb een stick. Je eventjes aandoen. Oh my god, ik zie skeletons lopen als je torch aandoet. Moet je eens kijken. Oh, ik zie hier iemand. Oh my god, wat moeten we doen dan? Ik zie hier skeletten in een huis staan en zo. Ik weet niet wat ik met de... Of ik iets moet doen met deze gast of zo. Oké, dus we moeten... Oh, ik snap het, Enzo. Ja? Ik zie allemaal chests en die kan je openmaken. En ik denk dat we in die kisten... Ja? Papier moeten vinden. Oké. Maar mijn torch is... Ik heb één map gevonden. Hoe nu dan al? Collect a page. Ik heb 6 punten ook erbij. Dat was dus een pagina. Heb je de torch al gebruikt? Ik kan hem niet meer gebruiken. Ik heb de torch nog niet gebruikt. Oh my god, ik dacht dat je het vaker kon gebruiken. Ik heb nu geen licht meer. Oké, er staat ook in de chest, hè. Enzo Knol collected page 1 en die andere 2. Oh ja. Dus ik denk dat dit wel een soort van teamspel is. Dat we gewoon met z'n allen... moeten proberen. Oh, iemand is slain. Ik heb er ook één. Oh, je hebt er ook één. Nice. Ik hang op de muur. Eén iemand is slain bij de Enderman. Zie je dat? Oh, we moeten met als team waarschijnlijk zo snel mogelijk alle bladeren pakken. Wie zie ik daar? En zo korrel spin ik de bank. Oké, ik zie daar iemand lopen. Ik ga gewoon achter hem aan. Ik zag daar een Enderman. Oh, zombie. Oh my god. Ik zie daar in de verte zie ik mensen lopen. Oh, en ik zie daar ook een Enderman. Ik wil hem niet aankomen. Oh, ik zie daar ook een Enderman. Oh, ik zag ook een Enderman. Die moet je niet aankomen. Oh, what the fuck? Ik hoor keihard hier iets. Ik hoor allemaal beesten. Oké, ik ben hier in een dorp. Ah, een Enderman. Ik loop er recht op af. Nee. Niet doodgaan, Dylan. Nee, ik doe mijn best. Oh, ik zie daar volgens mij ook weer een Enderman. Ik ga gewoon al die huisjes hier binnen. Enzo, ik wil je vinden. Ik ben bang. Ik ben in een best wel groot dorp. Ik ben nu bij allemaal van die groene huizen ofzo, ik weet niet precies. Ik ga gewoon denk ik heel verstandig deze kerel achterna. Ik heb geen idee of hij weet wat hij doet, ik hoop het wel. Oh my god! Dit is zo knijters eng, hè, holy moly. Hey, maar die spinnen en zo, die vallen je niet aan, dat is wel fijn. Oh, je bent dood gegaan. Iemand stond voor me en hij klapte me en ik schrok me dood. Ik sprong serieus al mijn stoel bijna af. Echt waar? Oh my god. Maar hoe kan die Enderman jou killen als hij jou één keer hit? Het was geen Enderman. Ik weet niet. Het was een persoon voor me en opeens werd ik gedamaged. Mijn hart Oh my god. Mijn hartjes die worden zwart. Ja, dat had ik ook. Toen ging ik dood. Oh my god. Ik ben nu aan het rennen. Oh my god. Ik ben nu aan het wegrennen. Het is... Het is zo erg. Oh nee. Nee, ik ben frozen. Nee. Hij zit achter me aan. Nee. Ga weg. Nare man. Ga weg. Oh my god. Nee, hij zit achter me aan. Oh my god. Ik doe de torch aan. Misschien helpt dat. Oh, dat helpt niet. Hij zit nog steeds achter me aan. Hoe krijg ik hem van me af? Had je je torch nog niet gebruikt dan? Nee. Oh my god. Oh nee, nu is mijn torch off. Hey, je moet die gast kwijtraken. Hij wil je vermoorden. Ja, maar hoe moet ik hem kwijtraken? Ik ben aan het rennen. Hij heeft mij gefrozen. Hij doet mij elke keer damage. Ik ga denk ik zo dood. Ik schrok zo erg. Holy shit. Wow, wat deed hij nou? Oh, nee, ik zit hier binnen. Ik ben dood.
Nee. Ik schrok zo hard omdat hij in één keer een poppetje voor mij kwam houden. Ja, dat is dus ook. Het is zo donker en opeens. Oh. Wow. Oké, ik ben een human. En jij? Ik ben een human. We zijn van dezelfde soort. Oh, ik heb een pagina. Ik heb een pagina. Oh my god, super chill. Ik heb een pagina. Maar wow. Huh? Oh, grave mistake. Oh, hier is gewoon een graf. Maar hoezo zie ik zo weinig nu? Maar dit is echt vreselijk. Huh, maar op het begin. Maar misschien kwam dat door mijn modpack. Door mijn... anders options en dan video settings en dan staat het hoog. Brightness. Hier zie ik iets. Misschien is hier weer een pagina. Brightness heb ik al op zo hoog staan. Dan weet ik het ook niet. Ja, bij mij gaat het ook niet lichter. Oké, maar dit is echt sick. Want met die crafting terminal, met die modpack, zie je dus blijkbaar veel meer. Want zo net kon ik ook inzoomen. Maar goed, we hebben al 4 pagina's. Dus, hier is een... Ik ben uit het bos. Dit is veel spannender. Oh, daar is een Enderman. Zit jij nu in het bos? Ja, ik zit ergens in het bos. Ik ben zo bang dat nu opeens iets voor me gaat komen. Ik loop te lang zonder dat er iets gebeurt. Ja, ik ook. Ik ben al heel erg lang hier aan het lopen. En er gebeurt helemaal niks. En ik zie ook amper iets. Ik zie maar 3 blokjes voor me of zo. Dit is echt gek. Oh, ik zie hier. Zie ik iets van licht? Oh, wow, dat was een grote spin. Oh my god. Okay, heb je alleen nog een spin gezien? Oh my god. Ik zie hier iemand. Dat is een vriend. Die is ook human. Oh. Ja. Wat zie ik allemaal? Oh my god. Ik loop aan de zijkant van de map. Helemaal aan de zijkant van de map. Je moet uitkijken in het bos. Ik ga niet zeggen wat er is, maar is iets. Je gaat dood als je dat ziet. Oh, ik ga dood als ik dat zie? Ja, dood schrikken of echt dood? Dood schrikken, niet echt dood. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Maar misschien moet ik naar de kijkers kijken, want dan is het misschien niet zo eng. Dus gewoon lekker veel naar de kijkers. Ja. Oh, ik zie een kippetje. Kippetje, die hebben we nog niet eerder gezien. Oké, maar ik zie niet echt een dorp of zo. Want ik moet wel echt naar een dorp toe gaan. Ik ben nu bij een hooipaal. Want er zijn nog 9 mensen over en we hebben 5 pagina's al. Ik ben alweer aan de zijkant. Holy shit, holy! Wow! Oké. Dat is waarschijnlijk wat ik bedoelde. Oh my god, er spande in één keer een poppetje voor me, gek. En ook dat geschreeuw erbij. Wow! Ja, dat had ik dus net ook. Dat was echt freaking eng. Oh. Ja, oh my god. Maar ik loop nu gewoon ergens naar het midden van de map toe. Hopen dat ik... Oh, dit is echt geen spelletje voor mij. Nee, dit is echt niks. En zo. Hopen dat ik hier... Oh my god! We hadden tegelijk. Oh. Oké, we hebben 6 pagina's. Ik probeer mijn geschreeuw gewoon in te houden omdat ik zo bang ben. 6 pagina's. We moeten 10 pagina's verzamelen, dames en heren. Dat is zo moeilijk, maar we gaan goed. Er zijn nog 8 mensen. Ja, dat zijn er volgens mij nogal veel, hoor. Ja. De Enderman die doet het deze keer niet goed. Oké, oh my god. Ik heb weer iemand gevonden. Wat? Ja, gewoon een andere mens die het ook nog steeds overleeft. Hey, ben je al bij hooibalen geweest? Oh, wow. Oh, nice. Nu weet ik hoe je die torch moet gebruiken. Oeh. Als je die torch... let the dogs out. Als je die torch gebruikt, dan zie je heel even... Oh my god! Oké. Ik leef nog. We hebben het nu tegelijk. Ik leef nog. Jij bent tegelijk? Ja, ik schrok me ook dood. Oké. Ik weet nu, als je die torch gebruikt, dan zie je heel eventjes, zie je dus de map. Ja. En op die manier kan je dus die pagina's vinden natuurlijk. Ja, maar wel ergens je op dat moment niks ziet. Oké, nou hier is in ieder geval geen pagina. Ik ga het 1 keer nu gebruiken, denk ik. Ja, ik heb het zo net 2 keer gebruikt. Even kijken. Oh, je kan hem ook gewoon uitzetten wanneer je wilt. Ja, je kan hem aan en uitzetten. Oh ja, oké. Dus ik hou hem gewoon in mijn hand hier zo. Oh ja, daar recht voor mij is nog een dorp. Dus ik ga in dat dorp kijken en hopelijk vind ik dan de 7e pagina. Oh, nee, hier is de Enderman! Hier is de Enderman! Nee. Hij is bij mij. Ik denk dat ik bij ben. Oh nee! Oké, hij zit volgens mij achter me aan. Ja, hij zit achter me aan. Nee. Maar hoe moet je van hem afkomen? Hoe ziet jouw dorp eruit? Zit er heel veel dirt op de grond? Oh, dat snap ik alleen niet. Hoe kom je van hem af? Oké, ik ben aan het wegrennen. Maar ik ben bijna dood. Oh. Hij zit nog steeds achter me aan. Ik heb allemaal beesten. Oh, misschien ben ik hem kwijt. Oh nee, ik ga dood. Ik ben dood. Oh my.
Het is zo moeilijk om te overleven als je hem eenmaal tegenkomt. Het is echt vreselijk. Ik ben human. Ook human? Ja. Oké, ik heb hier het eerste dorpje gevonden. Daar span ik naast. Dus ik ga hier meteen een map pakken. Een kaart. Dat we bij elkaar komen. Wow, dit is een grote. Maar ze zitten niet in de chest volgens mij. Die mappen. Nee, ze hangen aan de muren. Ja, ze hangen echt, hè? Ja, ze zijn echt schilderijtjes. Oké, hier is nog iets. Hopelijk hangen... Oh, hier is een gevecht gaande. Nu al? Ja, nee, een gevecht met twee mannekes die zijn neergezet daar. Oh, hier aan de binnenkant ergens? Nee. Ik hoor iemand lopen. Oh, ik heb een map. Oh, nee, nee, die Enderman is bij mij. Nu al. Hij wil jou hebben. Hij is hierboven. Oh, ik ben vastgezet. Oh, maar ik loop via de andere kant nu weg. Misschien kan ik ontsnappen. Ik ben zo bang. Volgens mij loopt hij niet meer achter me aan. Oh my god! Nee. Het is zo erg. Waarom ik? Ik zit verstopt. Hopelijk kan hij mij niet vinden. Oké, ik zit hier verstopt. Ik hoop dat hij ergens anders heen gaat, die Ender. Oh, ik ben in een dorpje. Waar ben je? Ben je ook bij een dorpje of niet? Oké, nice. Oh my god. Ik ben niet in een dorp. Ik ben ergens in het bos aan het schuilen voor die gevaarlijke, verschrikkelijke Enderman. Oh, ik ben bij twee mensen nu. Wow. Ik ben nu gewoon met twee normale mensen. Oké, twee normale mensen? Dus... Ja, okay, we zijn nu met een team van drie hier gewoon. Oh, dat is ideaal. Dat moet je hebben. Ja, daarom wil ik ook dit jou vinden, want dan staan we wat sterker. Oh, nee! Oké, ik werd weer gejumpscared. Ja, ik ook. Ik word er echt helemaal gek van. Oké, ik ben aan het rondlopen. En één iemand is nu gekilled door de Enderman. Oh. Ik probeer een dorp te vinden. En ik probeer mijn torch niet te veel te gebruiken. Ik wil bij dit dorp blijven wachten en een beetje onderzoeken. Voor het geval jij het misschien ook vindt. Oh, wauw. Er zijn nog 7 mensen over. Oh, hier is een Enderman. Ik heb één. Ja, heb je... Nice! Wow, we hebben er nog maar 2! Wat? Niemand vindt ze. Dat is zo weinig, man. Oh, ik zie weer een name tag. Wie is dit? Oké, ik ga nu ietsjes meer naar het midden. Oh, nee! Oh my god. Het moet echt... Oh, nee, dat beest is bij me! Ja, ik weet niet waar die... Is die Ender bij je? Ja, maar ik zag hem niet. Ik werd gedamaged, ik vlieg nu ook. Je hebt heel veel plekjes ook waar het dood loopt. Oh, ja, dat is echt heel vervelend. Stel, je zit daar vast aan het beest, dacht hij al. Oh, nee! Oh, ik zie jou! Waar? Ja. Blijf stilstaan, hier! Oh, nee! Ik ben dood! Oh, nee! Nee! En nu zit hij achter mij aan! Oh my god! Je had moeten zeggen dat hij nog steeds achter je aan zat, man! Ja, ik ben aan het vluchten, hij had me nog niet aangevallen. Ik wist niet of hij nog achter me zat. Oh my god, overleef het alsjeblieft. Oh nee, hij zit achter me aan. Ik zit hier in een huisje. Oh, ik ben dood. Oh my god, dit is zo spannend. Het is zo moeilijk ook. Oh. Gaan we het ooit halen? Geen idee. Oh my god. Wat? Oh my god. Phantom. Ik ben de Enderman. Hoe ziet dat eruit? Ja, je kan gewoon alles zien in de map. Je bent niet zozeer super snel. Maar je ziet gewoon alles. En je kan... Even kijken. Oh, je kan teleporten. Oh, wat? Ik ben gewoon naar iemand toe geteleporteerd. Huh? Maar hij is wel meteen verdwenen. Ik zie hem niet meer. Hij was meteen... Oh, bang. Je kan teleport gebruiken elke 30 seconden volgens mij. Wacht, doe jij die jumpscare nu? Nee, ik doe die jumpscare niet. Oh, dat zou wel leuk zijn als de Ender dat ook gewoon kon doen. Ja, echt hè? Maar jij ziet de jumpscare dus niet. Nee, ik zie de jumpscare niet. Nee, dat zou wat zijn als Ender. Ja, nou, dan hoor je mij dus af en toe schreeuwen. Oh, er worden veel pagina's gevonden, man. Oeh, dit gaat al beter dan net in een paar seconden gewoon. Toen deden we zo lang over, hadden we niks. Oké. Hallo, ik heb iemand op het oog. Uh-oh. Moet ik hem gewoon hitten? Ja, ik moet hem gewoon hitten. En hoe vries je hem dan? Oh, ja, ik zie nog iemand hier. Oké, ik moet hem gewoon hitten. Het geluid staat zo hard.
Ik heb hem bijna dood, denk ik. Je moet hem gewoon de hele tijd hitten. Dus ik loop hem gewoon. Ga dood, kom op. Blijf staan, nog 2 seconden, dan kan ik je freezen. Ja, ik heb hem gefreezed. Ja, ik hit hem nu. Hij probeert mij terug te hitten. Oh, je hebt hem doodgemaakt. Ja, ik heb hem doodgemaakt. Lekker. Yes, en ik zie mijn volgende slachtoffer al. Ik ben zo bang dat ik er nu op ben. Ik ben even bezig, hè, Dylan. Hey, maar iemand verdween hier. Oh, die left the game. Oh. Dat is wel stom. Hé, ik teleporteer naar iemand, maar ik zie hem dan niet. Volgens mij is het zo... Ja, ik denk dat je dan in de buurt komt of zo. Ja, dat zou maar goed kunnen. Dat zou wel een beetje makkelijk zijn. Ja, inderdaad. Anders zou je gewoon elke 20 seconden of 30 seconden, wat is het? Volgens mij 30 seconden naar iemand toe teleporteren en dan meteen afmaken. Ja. Oké, okay, ik ben op zoek, ik ben op zoek. Oh, die jumpscare. Er zijn al 3 pagina's, hè? Er zijn er 3, maar ik vind helaas nog geen 1. En er zijn nog 9 mensen, hè, Enzo? Oké, mijn teleport is available. Maar... Ja, er zijn nog 9 mensen, dat is veel, man. Ja, die moet jij allemaal afslachten. Maar ik ga nog niet mijn teleport gebruiken. Ik ga het gewoon heel erg verstandig doen. Ik wil zo graag winnen. Ik wil weten wat er nou gebeurt. Ja, echt, hè? Ik wil ook weten als ik iedereen heb gekilled. Oké, zie je iemand? Bam! Oh, 4 peetjes. Oh-oh. Gaat niet de goede kant op. Stolen. Het gaat echt niet de goede kant op. Ja, en zo? Ik ben bij een dorp nu. Ik denk dat ik toch maar teleport ga gebruiken, nu. Oké, nu moet ik... Oh, yes. Yes, baby. Yes, baby. Ik teleporteerde naast iemand. Yes, ik heb iemand gekilled. Uh-oh. Hopsakee, heerlijk. Oké, mijn teleport is wel over 18 seconden, dus wie weet ben jij wel het volgende slachtoffer. Ja, daar ben ik dus echt serieus bang voor, dat ik het gewoon ben. Ja, dat kan maar zo, jongen. Ik ga het bos in voor het geval dat je naar mij toe komt. Dat is een goede tip. Het bos in. Voor mij. Ja, het bos is wel heel groot, dus het heeft niet heel veel nut. Nee, dat is waar. Maar, goed. Wat is de kans dat ik je tegenkom? Oh, ja, ik ga jou pakken, jongen. Nee. Ja, Dylan. Ga weg. Ja, Dylan. Jij bent van mij. Auw. Jij bent van mij! Ik heb zwarte hartjes. Nee, het ging zo goed. Oké, ik zal je besparen. Yes, thanks. Ik zal je besparen. Ik wil jou als laatste killen. Oké, ja. Oh, je wilt mij gewoon als laatste prooi hebben. Ja, tuurlijk. Oké. Ik ben blijkbaar nu ergens in de buurt van iemand gespand, maar ik heb nog niet helemaal door hoe dit precies werkt. Maar ik weet wel, je krijgt dus een blokje ijs en daarmee kan je iemand bevriezen. Klinkt ook wel logisch, gewoon. En dan staat hij heel eventjes stil. Maar ik ga gewoon mijn teleport weer gebruiken. Oh my god. Ik zie iemand. Ik zie iemand. Ik heb iemand op het oog. Ik ga hem pakken. Ik ga hem pakken. Besef dat om een 4 zijden heeft. Ik ga hem pakken. Nee! Ik dacht dat het die Enderman was. Nee, ik ga weer naar iemand anders toe, man. Ik bespaar jou, jongen. Maar mijn hartjes komen er ook gewoon niet meer bij, hè? Nee, dat is... Oh ja, ik zie iemand. Ik heb het volgende slachtoffer. Oh, heb ik hem bevroren? Nee! 15 minuten. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Oh ja, nog 15 minuten. Oh, hij heeft een pagina gevonden. Nee! Oh, maar dit gaat lekker. Ik ga hem nu wel pakken. Ik heb iemand gevonden. Yes, ik heb hem gepakt. Hopsakee. Oké, er zijn 6 pagina's zijn gevonden en er zijn nog 6 mensen over. Oké, ik zal je een tip geven. Volgens mij als je Enderman hoort teleporteren bij jou, ja? Dan is de Enderman ook in de buurt. Zou dat kunnen? Ja, volgens mij is dat zo. Ja, ik denk het ook al, anders is het een beetje gek. Oké, ik zit hier weer om me heen te kijken, maar ik zie niet iemand, helaas. Maar ja, volgens mij is deze map best wel groot, hoor. Ja, maar elke boom heeft gewoon 4 kanten, hè. Stel dat gewoon die dingen ook op de bomen zitten. Hoe moeilijk vind je dan wat? Ja, ik ben inderdaad ook benieuwd waar die pagina's allemaal verstopt zijn. Ik denk niet dat alles in dorpen zit. Nee, dat denk ik ook niet. Dat zou wel een beetje te makkelijk zijn. Ja, inderdaad. Oké, ik ben weer geteleporteerd. Maar ik zie dan toch niemand lopen, helaas. Soms bij teleporteren wel en soms niet. Oh, hij teleporteert waarschijnlijk gewoon naar een random plek.
En dan maar hopen dat er iemand is. Ofzo. Oh, zo. Misschien is dat hem wel, ja. Want ja. Inderdaad, toen ik teleporteerde naar, vlak bij jou, toen was dat niet op jou, maar echt gewoon bij jou in de buurt. Ja, dat is het denk ik gewoon, ja. Het is gewoon een random teleport. Lol, hier staan gewoon. Aan staat? Hier staan. Kan ik ook niet. Ik zie iemand. Yes, baby. Uh-oh. Ik zie iemand. Uh-oh. Dit is mijn volgende slachtoffer. Ja! Nou, ik ga jou pakken. Hoppakee. Ja, ik ga jou pakken. Pixel Jawa. Jij bent van mij. Jij bent hartstikke van mij. Huh, maar hoezo kan ik hem niet... Ik weet nog niet echt hoe dat hitte werkt. Oh, die jumpscare. Ik hoorde gewoon helemaal niks meer. Ik heb echt geen idee hoe dat hitte werkt. Maar wat heb je in je hand? Moet je gewoon met je hand slaan of wat? Ja, volgens mij wel. Maar ik doe geen damage. Maar ik heb hem nu bevroren. Ja, toen je mij sloeg... Ja, ik heb hem gekild. Oké. Oké, ik ben weer naar een random plek geteleporteerd. Enzo, de moordlustige man. De moordlustige Enderman. Oh, oh, oh. Ik ben de Enderman. De Enderman. Maar ik weet nog niet zo goed hoe dat dus zit met hitte. Het is een beetje apart gedaan. Mm-hmm. Ja, ik heb het nog niet meegemaakt. Nee. Nee. Maar je hebt in ieder geval een freeze waar je dus iemand mee kan bevriezen. En dat is wel echt heel erg gunstig. Okay. Alleen daar zit ook weer een bepaalde range op. Dus je kan het niet van heel ver doen. Oh, moet je ook in de buurt zijn, ja. Je kan hem ook niet inhalen, zeker, met sprinten? Nee. Oké. Okay. Nee, ik kan niet sprinten, dus ik ren net zo hard als jullie. Dus dat is nog een beetje een uitdaging voor jou. Ja, dat zeker weten. Ze hebben het niet heel makkelijk gemaakt voor de Enderman. Dan is het goed. Maar goed, heb jij nog torch over? Ja, meer dan de helft. Wow! Ongeveer 3/4. Jij gebruikt dat dus amper. Ja, ik gebruik het dus heel kort. Zo tik-tik. Oh my god, ik kom gewoon een pagina tegen. Wat? Jij? Ja, ik kom hier gewoon een pagina tegen. En zoals je zei, het kan dus ook op een boom zitten, want het zit hier op een boom. Oh my god, nee, dit wordt echt drama dan. Drama! Okay. Wat is dat daar verderop? Kan ik jou niet terughitten eigenlijk? Oh my god, ik zie iemand. Ik zie iemand. Oh, hij kijkt me aan en dan krijgt hij damage, volgens mij. Oh. Dus hij moet mij aankijken. Kijk mij aan. Als ik voor hem loop, dan krijgt hij volgens mij damage. Je moet gewoon heet het voor hem lopen. Ja, volgens mij wel. Kijk maar aan in mijn ogen. Maar gelukkig heeft hij die pagina nu niet gevonden. Dat scheelt. Oh, hij doet het wel goed, deze man. Hij is omhoog gegaan. Oh, hij kijkt nu recht mij aan. Ja, ik moet hem gewoon echt aankijken, die mensen. Wat? En dan gaan ze dood, dan krijgen ze damage. Dat is echt leuk gemaakt, want dat is ook echt gewoon het idee van een Enderman. Ja, er zijn nog 4 mensen over. En ze moeten nog 4 pagina's verzamelen. En dit is spannend. Ik ben bij die boom waarbij de kaart erop staat. Het toortje is bijna op. Ja, heb je hem nu heel veel gebruikt in één keer? Ja, ik moest een beetje weten welke kant ik op moet lopen. Ik had geen doel. Wow, ik kom nu bij een plekje. En dat is gewoon echt wel een ziek grote plek. Een ziek groot dorp eigenlijk. Mm-hmm. En dat is gewoon een bus. Een bus? Ja, dat is gewoon een bus. Daar ben ik nog nooit geweest. Nee, wacht, ben je bij een bus? Dylan! Ik ben ook bij een bus! Ga weg! Hallo Dylan! Oh my god, ik krijg gewoon mijn toortjes bijgevuld. Huh? Ja. Oh, omdat er 10 minuten nog te gaan zijn misschien. Ja, ik denk het. Ja, dat zou me goed kunnen, ja. Ja, het stond er ook gewoon bij in de chat, dat je toortjes is bijgevuld. Niet helemaal, maar wel een gedeelte. Is er een teammate bij je? Nee, niet dat ik weet. Oké, dat is jammer. Ik wil je teammate hebben. Waar ben jij? Ik kan jou ook niet zien, hè? Ik kan ik zie het. Zie je het wel? Ja, ik deed mijn toortje even aan en uit. Ik heb wegrennen van jou, je komt niet bij mij, hoor. Oké, ik ben geteleporteerd. Is hier nou iemand? Ik ben even oh my god, ik teleporteerde naar jou toe. Echt? Ja, dus nu ben ik nog dichter bij jou. Jongen, je wilt gewoon dichtbij me zijn. Hé, dat kom je hierheen. Ja, what the fuck? Het is onmogelijk. Volgens mij al geef je me een uur, dan gaat het me niet lukken. Ja, maar die pagina's zijn wel echt ziek goed verstopt, man. Ja, daarom. En wij zien niet eens iets. Hè, ik weet alleen nog niet zo goed hoe die freeze werkt. Want ik gebruikte dan die freeze en die doet het dan niet helemaal goed. Kijk ze achter je. Nee. Heel even. Oké.
Ik ben net geteleporteerd. Ik ben net weggegaan. Oh. Het is echt net op tijd. Maar je krijgt straks vast wel weer een leuke jumpscare. Ja, ja, ja. Maar zoals je merkt, het kan dus wel echt lang duren, omdat die map best wel groot is. Ja, het duurt alleen maximaal een kwartier. Ja, ja, inderdaad. Dus er zit wel een max tijd op, dus dat is wel fijn. Zullen niet mensen 2 uur bezig zijn? Nee, precies. Anders gaat het nog wel heel lang duren. Maar nog steeds 4 mensen dus. Ja. Dus ik zou, als ik jou was, goed kijken naar de bomen. Dus even een tip van de Enderman. Van de Enderman. Want daar zitten dus ook gewoon kaarten op. Ja, ja, ik loop de hele tijd langs die bomen, maar oh my god. Oh my god! Ah! Dude, wat doe je? Ik ren de weg van jou en jij rent serieus naar mij toe. Helemaal niet. Tenminste, ik zag jou niet. Jawel, je rende echt gewoon in mij. Ik wilde jou geen eens killen. Ik ging weg en je rende gewoon in mij. Oh, sorry. Ja, ja. Ja, nee, maakt niet uit. Ik bedoel, jij bent dood, niet ik. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, er zijn nog 3 mensen over. Wow, en ik heb 3... Oh, die heb ik weer. De achtervolgen 3 Endermans, maar ik weet niet of dat iets is. Ik blijf gewoon lekker die chat volgen. Ik weet niet of ik daar iets mee kan doen of zo. Oké, jij kan natuurlijk ook niet spectaten. Nee. Ja, ik spectate alleen in de chat en naar de humans. Hoeveel mensen nog blijven. Oké, als ik hier even op ga staan. Ik sta nu hier op een huisie. Ja. En ja, het is echt maar een beetje geluk om mensen tegen te komen, denk ik. Ziet ook. Als je bent, duurt het potje meteen veel langer. Ja, zeker weten. Oké, waar is iemand? Ik ga gewoon omhoog wijzen en teleporteren. Ja, ik ben bij iemand. Ja, ik ben bij iemand. Waar is hij gebleven? Oh, daar is hij. Ik zie hem. Nou, nog iemand gaat dood. Yeah. Ik ga hem pakken. Ja, ik heb hem gefreezed. Ja, hij kijkt recht op mij af. Oh, maar dit is stom wat hij doet. Kijk, want ik doe niks en hij kijkt de hele tijd naar me toe en nu is hij dood. Oh. Dus het is echt gewoon dat je hem niet moet aankijken. Als je hem aankijkt, dan pas kan hij damage doen volgens mij. Ja, ik denk ook zoiets dan. Dus zo werkt dat. Oh, ik ben die jumpscares. Oké, is hier iemand? Heb ik dan toch geluk met het teleporteren als je bij iemand komt of toch niet? Waar zijn jullie? Oh, je typt het ook gewoon. Tuurlijk. Mooi pakkie. Oh, hij heeft je gezien, of niet? Wie? Ja, iemand reageert op jouw mooi pakkie. Maar leeft hij nog? Ja. Ja. Als je kan typen, dan leef je nog. Dit zijn gewoon de enige 2. Maar wat gebeurt als de tijd om is en de pagina's zijn niet gevonden? Heb ik dan ook gewonnen? Ik denk dat jij dan hebt gewonnen, ja. Dat vraag ik me af. Ja, of niemand, maar ik denk het niet. Best wel moeilijk hoor, om die pagina's te vinden. 5 minuten. Ik sta nu hier op de uitkijk. Ja, mensen gaan toch volgens mij naar dorpen toe. Dus volgens mij is het best wel handig om... Ja, daar vertrouw je het ook meer of zo. Ja, en het dorp, dan denk je altijd aan dat je daar spullen kan vinden, weet je wel. Ja, maar hier is het dus totaal niet zo. Ja, die pagina's zijn wel op het begin bij heel veel dorpen. Maar op een gegeven moment niet meer. Ja, denk, zijn ze allemaal op daar. Maar goed, ik denk dat ik weer even ga teleporteren. Ik wens dat ik teleporteer naar Ballas Steenzak. Wah! Ballas Steenzak, mooie naam ook. Oké, ik zie hem niet. Ballas Steenzak is gevlucht. Hij is gevlucht. Ja, Ballas er staat Steenzak. Wel, you teleported to Dragon X. Misschien al in de buurt. Ja, misschien toch wel. Die ergens gewoon 20 blokken van je af is of zo. Oh my god, ik zie hem! Oh, oké, het werkt een soort van wel. Ik zie hem, hij staat daar gewoon boven. Wat? Boven? Ja, hij staat daar boven. Weet je hoe je er komt? Hij Ik ken de map. Ja, ja, ik heb hem. Ik heb jou, jongen, jij stomme camper. Ja, hij zegt nog hoi gewoon in de chat. Hè? Ja, maar hij is gewoon gaan campen. Oh my stomme god. Stomme doos. Oh, oh, oh. Wauw, hij stond daar gewoon helemaal bovenop. Waarom ging hij die pagina's niet zoeken? Kijk, nu weet ik hoe ik hem kan killen, want als ik hem nu vries... Oh, moet ik wel raken? Kijk, ik nu vries en ik ga voor hem staan. Zie je, dan kan ik hem aankijken, snap je? Geef het meest damage. Ja. Dus zo doe je dat. Dus je moet eigenlijk gewoon basically wachten totdat je die freeze weer kan gebruiken. Hele tutorial, mensen kunnen het zo meteen nadoen. Ja, ik geef jullie allemaal tips meteen. Tips en tricks. Alleen het voordeel is dat ik gewoon de hele map kan zien en hun niet. Ja, dat is echt. En wij zien Hallo. Ook gewoon niks. Oké, voor 3 seconden heb ik weer freeze. Hallo.
Hallo, hij weet wel hoe het werkt, die gast, want hij draait de hele tijd zijn hoofd weg. Oh ja. Dan ben ik ook benieuwd hoe lang deze battle gaat duren. Ja, ik denk wel even hoor. Hallo, kijk maar eens aan, hallo. Oh, hij is daarin gegaan. Oké, 12 seconden voor mijn freeze. En dan ben ik benieuwd of ik die laatste nog kan killen. Het gaat spannend worden. Kan je niet even naar de grond kijken dan, om jou niet aan te kijken? Ja, dat is hij volgens mij ook een beetje aan het doen. Oké, ik heb de freeze weer. Oké. Dit ging lekker. Ik heb hem 2 hits gedaan. Hierna nog eentje. 5 minuten was net ingegaan. Ik ben benieuwd of het je lukt. Maar omdat hij weet hoe het werkt... Oh, en ik ben net zo snel als hem. Ja. Oké, nog 10 seconden. Minuten. Dan kan ik freeze doen. Kom op, deze moet ik sowieso killen. Eentje, dat moet wel. Ik loop echt paal achter hem. Oké, ik heb hem gefreezed. Oh my god, die kerel is goed, man. Hij weet wat hij doet. Hij weet echt wat hij doet. Hij speelt het waarschijnlijk al de hele dag. Ja, echt hè. Helemaal getraind. Oké, maar ik moet hem straks ergens afsnijden. Als hij ergens... Hij moet ergens zijn. Oh, ik moet niet gaan slaan, denk ik. Ik moet ergens heen waar ik hem kan afsnijden. Waar hij dan de weg niet weet, weet je wel? Ja, want hij ziet ook niet veel. Ja, kijk, hij de hele map kent. Hoppakee! Ik heb hem. Oh, en ik zie hier die laatste. Ja, ga ik het nog redden in de tijd? Oh, ik zie hier Balzac. Ja. Balzac, hier, kom maar. Ja, ga je hoor. Ga nu een Balzac pakken? Ik snap het even niet meer, Enzo. Lekker is dit. Ja, niet de Balzac. Wat? Dat ik gewoon als Enderman ga winnen. De allereerste keer. Oh, binnen de tijd. Kom op. Kijk, nu moedig ik je nog wel aan, want ik weet toch al dat we niet meer al die peetjes gaan pakken. Oh nee, wat is de tijd? Hoeveel tijd nog? Ja, minder dan een minuut, denk ik. Echt waar? Ik kan over 23 seconden weer freeze doen. Close. Oké. Misschien. Ik moet hem weer afsnijden, die man. Wordt het een moeilijk padje, hoor. Oh, 30 seconden! Oh my god, dan moet ik hem nu hebben na deze freeze. Kom op. Ja. Oh my god, ik had hem heel mooi afgesneden. Zal die aftellen bij de 10? Oh my god, ik moet hem nu weer afsnijden, anders red ik het niet. Oh, 30 seconden zijn net al ingegaan, hè? Nee. Oh, dit is zo naaiend dat je nu niet wint. Oh, ik ren over dat sloom heen. Oh, nee! Je hebt gewonnen! Ja, ik heb wel gewonnen! Ja, ik heb 2 cubelets gekregen zelfs. Oh nee, 1 cubelet, maar ik had er al 1. Oké, nou laten we die even openmaken. Maar ik moet wel zeggen dat als... aan de ene kant heb ik zoiets van... Als je het overleeft, dan heb je gewonnen. Maar aan de andere kant, het spelletje is wel dat je alle pagina's moet krijgen. Ja, maar goed. Anders gaan mensen alleen maar verstoppen natuurlijk. Precies. Hopsakee. Een choco egg. Ja. Dat is zeker weten lekker. Die kan er wel ingaan bij mij. En dan gaan we nu de allerlaatste, dames en heren. Hiermee sluiten we het af. Wow, een Magikarp head. Wat? Ja, geniaal. Gewoon een Magikarp. Een beetje Pokémon vibe. Dames en heren, bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet het blauw duimpje omhoog te doen voor deze Halloween Enderman special. En hopelijk check ik je bij een nieuwe video. En wil je dat ik dit vaker ga doen? Deze map is nog maar een paar dagen te spelen. Iets van 4 of 5. Dus laat het weten in de reacties. En als er meer dan 10.000 duimpjes omhoog zijn, ga ik hem sowieso nog een keer spelen. Peace!